Welkom, meneer Klink. Ja, dank u wel. Fijn dat u er bent. Laten we beginnen met die coronacrisis die de kwetsbaarheid van onze zorg aantoont. Hè. Eerst waren er te weinig IC-bedden, of was er in ieder geval een dreiging dat er te weinig IC-bedden waren. Mm-hmm. Nu zijn er te weinig mondkapjes en te weinig testen. Hoe verklaart u zoveel tekorten in eigenlijk toch wel zo'n rijk land als Nederland? Hoe kan dat gebeuren? Ja, ik denk... Dit heeft geen enkel land voorzien. Je ziet deze problematiek zie je natuurlijk bij elk land in de hele wereld. Het is een mondiale epidemie, een pandemie. Ik denk wel dat we er lessen uit moeten trekken. Want kijk, ook wij als verzekeraars, wij zijn gehouden om reserves aan te houden. Die zijn fors. We maken elk jaar weer een verkenning, hè, van welke risico's kunnen ons overvallen. En wat betekent dit voor de gezondheidszorg in Nederland? Ja. Dan zit je er af en toe naar te kijken en dan denk je, ja, mijn hemel, als dit allemaal op ons afkomt, dit kan je aan de buitenwereld eigenlijk niet uitleggen dat je daar reserves voor aanhoudt. Ja, dus u bouwt reserves op voor de meest verschrikkelijke rampen die ons overkomen. Ja, en dan komt er wel rampen en dan is het nog veel erger dan je zelfs in die zwartste scenario's had kunnen voorstellen. De coronacrisis is nu nog erger dan u ooit had voorzien. Ja, die hebben wij intern binnen VGZ en bij de andere verzekeraars. Hebben wij denk ik zo in die mate niet in het vizier gehad. En dat geldt ook voor de overheden. Ja. Natuurlijk, hè, er is een wet op de publieke gezondheid. Er zijn veiligheidsregio's die in de benen moeten komen. Er is geregeld dat op het moment dat het zich voordoet, dat de minister van VWS bevoegdheden naar zich kan toetrekken. Mm-hmm. Dat is denk ik in Nederland allemaal redelijk goed geregeld. Ja. Nou, we hebben het in Nederland ook ten opzichte van heel veel landen redelijk goed geregeld. Maar er zijn ook landen die het waar het misschien toch beter gaat. Ik noem een voorbeeld als Leek. Hè. In Duitsland zijn er wel veel meer ziekenhuisbedden en veel meer IC-bedden. Is dat nou dat wij zo arm zijn? Of hoe zit dat? Nee, ja, Duitsland is een beetje een ingewikkeld verhaal. Het komt hen nu goed uit. Je kunt het ook heel simpel uitleggen. Ja, het is eigenlijk, kijk, Duitsland is een groot land met, je zou kunnen zeggen, daar hebben de provincies, de deelstaten hebben buitengewoon veel macht. En die bepalen, duur woord, maar de infrastructuur van de zorg. Dus die bepalen ook hoeveel ziekenhuizen er in zo'n deelstaat, zo'n land, zo'n provincie zijn. Ja. En daar wordt veel over gemopperd op landelijk niveau, want er waren gewoon te veel ziekenhuizen. Voordat de coronacrisis uitbrak, maar nu hebben ze er toch wel profijt van. Ja, maar even terug naar die beginsituatie. Als u weet, in Nederland, hè, dat zie je nu ook, Bert Keizer had daar nog een prachtig artikel over in Trouw. Wij dotteren te veel en dat neemt nu af. En iedereen weet dat we dat te veel doen. In Duitsland doen ze het 5 keer zoveel als in Nederland. Ja. Iedereen weet, de Lancet, hè, een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift, ja. Voor 2 jaar geleden nog, van ja, Duitsland kent een overbehandelingspercentage wat echt astronomisch is. Daar gaan mensen dus onnodig krijgen die behandelingen. Ja, dus Duitsland heeft misschien iets te veel faciliteiten, ja, zegt maar u? Mijn punt is wel even, kijk, wat wij er wel van moeten leren is wat je in Duitsland nu ziet en wat Duitsland ons illustreert. Wij moeten in de toekomst wel arrangementen creëren waardoor we sneller kunnen opschalen op het moment dat er toch zoiets als een pandemie komt. Want hoe kunnen wij voorkomen dat dat soort tekorten weer gaan ontstaan in de toekomst? Ja, ik denk dat een van de lessen die we wel moeten leren is dat er een capaciteit achter de hand gehouden moet worden, zodat je snel kunt opschalen. Daar zullen echte scenario's op moeten toegesneden worden. Een vraagstuk ook wat ik echt... En wat voor capaciteit heeft u het dan over? IC-capaciteit onder andere. IC-capaciteit, maar ook nog medicijnen en hulpmiddelen. We zijn sterk afhankelijk van, nou ja, India. Ja, veel van de antibiotica wordt in India gemaakt. Ja. En zouden wij dat in Nederland moeten gaan maken misschien? Of in Europa? Ja, op Europees niveau wel heel goed gaan nadenken op welke vitale voorzieningen zometeen onder hoogspanning kunnen komen te staan. Want ja, deze pandemie is erg, maar je kunt je voorstellen dat er wel een graadje erger zou kunnen. Ja. En wie zou die voorwaarden of voorraden of capaciteiten volgens u op orde moeten brengen? Is dat de overheid of zijn dat de zorgverzekeraars? Nee, kijk, je hebt 2 regimes. Het is belangrijk om dat te onderscheiden. Je hebt de wet op de publieke gezondheid, die is echt gemaakt in 2008 nog, toen ik minister was. En die toegesneden is op rampen zoals we nu kennen. Daar was overigens een bepaling, althans in de memorie van toelichting stond ook, dat we ons moesten voorbereiden op iets wat misschien wel onwaarschijnlijk is. Ja. Een pandemie zoals we nu kennen. Maar dat is de overheid die zich daarop voorbereidt. Dat is de overheid, ja. Ik denk niet dat je regimes moet gaan verwisselen. In crisissituaties heb je noodverordeningen, je hebt een zeer ernstige crisis. Als het land helemaal onder druk komt te staan, krijgt een minister-president, een kabinet kan meer bevoegdheden naar zich toe trekken.
Maar in reguliere situaties is de urgentie is er niet op dat niveau. En dan moet je denk ik niet gaan zeggen van... nou, dat bevalt ons zo geweldig. Laten we nu maar eens even onze minister-president of de burgemeester... of een outbreak management team... laat die nu ook maar in normale situaties de boel gaan coördineren. Ik denk dat je dan echt ver van, huis bent. En u heeft het nu heel erg over de overheid die die capaciteit moet aanleggen. Zijn er ook dingen die de zorgverzekeraars kunnen doen... om te voorkomen dat die tekorten er blijven bestaan? Nou, kijk, wij denken nu ook mee hè, met de overheid. Er zitten allerlei werkgroepen, ook rondom hulpmiddelen en medicatie. En natuurlijk, wij geven ook signalen af. Als ons ter oren komt dat de hulpmiddelen tekort schieten... Ja, en er wordt wat ook gebeurt, hè, dat wij aanbiedingen krijgen. Wij gaan niet dwars door overheidspatronen heen lopen. Want ik zeg natuurlijk omdat er ook onder ziekenhuizen soms wel wat boosheid is... richting verzekeraars... ook die van u, van ja, wij worden uitgeknepen als citroentjes... en wij kunnen zelf helemaal niet meer bepalen wat we allemaal op voorraad moeten houden. Zou het niet een goed idee zijn als de verzekeraars wat soepeler zouden zijn? Nee, ik denk dat dat gewoon niet aan de orde is. Er is deze week een publicatie gekomen van het ministerie van Financiën... wat nog eens een keer een prognose doet over de zorgkosten naar de nabije toekomst. En ook het ministerie van Financiën zegt een van de dingen die... binnen ons zorgstelsel op dit moment duur is eigenlijk ja, onnodige... Ernst Kuiper zei het ook onlangs nog bij Nieuwsuur... onnodige zorg. En daar betalen we wel voor. Wat is onnodige zorg? Nou ja, er worden voorbeelden gegeven aan mandelenknippen die niet nodig zijn... röntgenfoto's die niet nodig zijn. We hebben nu illustraties van sommige ziekenhuizen die laten zien... dat als je het gesprek beter aangaat met een patiënt... dat je soms 20% minder operaties hebt. Ja. En dat zijn dure... ingrepen die eigenlijk ja, misschien wel meer schade toebrengen dan dat ze mensen helpen. En, en dat is iets wat, denk ik, binnen ons stelsel... juist omdat er ruimte is voor innovatie en variatie... zie je dat sommige verzekeraars daar sterk de nadruk op leggen. Die weten dat ook te realiseren. En natuurlijk gaan binnen de kortste keren mijn collega's die gaan dat kopiëren. Maar ik denk niet dat er iemand tegen zou zijn om onzinnige zorg te schrappen. Hè? Maar het gaat erom, gaat u op de stoel van de arts zitten en ze misschien... te veel vertellen wat de ziekenhuizen allemaal aan voorraden... aan medicijnen of mondkapjes, dat soort dingen allemaal zelf moeten voeren. Ja, ik zou wel een onderscheid maken tussen de hulpmiddelen die nodig zijn... en het aantal verrichtingen wat gedaan wordt. Dat is echt een belangrijk verschil. Wat je ziet is dat sommige ziekenhuizen die verrichtingen echt naar beneden brengen... waardoor het beter voor de patiënten is... en dat wij dat als zorgverzekeraars echt weten op te pakken... in vertrouwen dat wij krijgen die illustraties echt van de ziekenhuizen zelf... Goed, dan even over de financiering hè, van die coronacrisis. Want u was afgelopen week in het nieuws dat de zorgverzekeraars springen bij. Hebben tegoeden toegezegd aan ziekenhuizen. Onder andere om te zorgen dat ze die salarissen kunnen doorbetalen. Dan vraag ik me af, welke voorwaarden zit er aan die zak geld die u heeft gegeven? Nee, er zit op dit moment eigenlijk heel weinig voorwaarden aan. Wij hebben natuurlijk gezien dat er grote vraaguitval is bij ziekenhuizen. Mensen komen niet meer naar het ziekenhuis. Normaal gesproken, als er patiënten zijn, dan declareer je kosten bij de verzekeraar. Nou ja, als ze dat niet kunnen declareren, is er natuurlijk een enorm gat in hun liquiditeit en hun middelen. Er zijn nu zoveel coronapatiënten en daarvoor kan een ziekenhuis niet declareren? Acute as die verdrinkt in feite de reguliere zorg. En daarom kan hij niet declareren. We hebben nu gezegd, we overbruggen die periode. En we staan garant voor het feit dat je nou ja, zeg maar zo'n beetje 100% van de geraamde inkomsten daadwerkelijk ook krijgt. En moet het geld allemaal terug? Ik hoorde meneer Klaver straks zeggen dat bedrijven... het geld terug moeten gaan betalen? Moeten ziekenhuizen het geld ook allemaal terug gaan betalen? Nee, wij moeten nog komen met een definitieve regeling. Het zijn geen leningen. Het is natuurlijk wel zo dat wij dat gaan verrekenen met wat ze wel doen. Het is niet zo dat het bovenop de reguliere declaraties gaat komen. Ja. En hoe lang kunt u dat volhouden? Want het klinkt alsof u een flinke buffer heeft waarmee u de ziekenhuizen nu helpt. Maar hoe lang houdt u dat vol? Ja, we hebben een behoorlijke buffer opgebouwd. Hè? Dus we kunnen dat wel even uitzingen. Uiteraard... doen we trouwens ook voor onze premiebetalers. Hè. Die verwachten van ons dat wij die infrastructuur, dus die zorg in stand houden, ook als zometeen de crisis voorbij is. Ik denk, ja, wij hebben... het gaat natuurlijk wel hard nu. We betalen miljoenen extra. En wat er zometeen nog aankomt, is natuurlijk ook nog eens een keer die inhaalzorg. Dat is een piek op de reguliere zorg. Die moet ook betaald worden. Ja, we maken wat inschattingen, maar dat kunnen we eigenlijk alleen op basis van scenario's doen. Maar één ding staat vast. Wij willen en zullen onze middelen en onze reserves aanspreken om ziekenhuizen
En andere zorgaanbieders door deze crisis heen te helpen. Nou, u zegt andere, want we hadden het net inderdaad over ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld fysiotherapeuten, heb ik van begrepen dat die ook echt in acute problemen zitten. En dat die helemaal niet weten of steun die eventueel wordt aangeboden door zorgverzekeraars, of dat een lening is, welke voorwaarden het zijn en per wanneer dat ingaat. Want als zij niet snel steun krijgen, dan is de helft zo'n beetje failliet volgende maand. Nou, ook daar hebben we een regeling voor getroffen, een voorschotregeling. Die zetten we binnenkort, dat zal wel binnen een paar weken, om in een definitieve regeling. Binnen een paar weken, dus dat is eind mei? Nou, we mikken er wel op dat het voor eind mei klaar is, ja. Sterker nog, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ja. Nou, dat zal een opluchting zijn voor een hoop mensen. We hadden het net ook even, u liet zelf ook even het woord premie vallen. Als ik dat zo hoor, dat zijn gigantische bedragen die naar ziekenhuizen, naar fysiotherapeuten, allerlei zorgverleners gaan. Dat kan bijna niet anders dan dat de zorgpremie straks omhoog gaat. Ja, maar misschien mag ik daar nog even hernemen wat ik zo even zei. Kijk, een verzekeraar, wij niet en mijn collega's niet, wij gaan niet op de stoel zitten van de artsen. Sterker nog, wij zijn een vertrouwensrelatie aangegaan met heel veel ziekenhuizen, zo'n 12, denk ik. Wij krijgen van hen bijna wekelijks, want er lopen hele programma's binnen die ziekenhuizen waarin artsen ons aangeven hoe ze de zorg kunnen verbeteren. En dat loopt in de honderden illustraties die eerlijk gezegd ook vrij simpel zijn. Dat snap ik allemaal wel, maar wie gaat dat betalen? Als ik dat even mag benoemen. Misschien één voorbeeld van de honderden. Hè? Op het moment dat zijn we die dingen die u en ik niet kunnen verzinnen. Die alleen artsen kunnen verzinnen. Maar op het moment dat je mensen met slaapstoornis, die worden vaak in het ziekenhuis wordt dan gekeken van wat je daarvoor behandeling zou moeten realiseren. En dan worden ze gediagnosticeerd. Als je dat in de thuissituatie doet, ja, die mensen moeten thuis slapen. Hè? Dus dan zie je ook beter wat daar de problemen zijn. En je ziet dan dat het vervolg, dat er veel minder behandeling nodig is, omdat je diagnose dat goed is. Ja, maar mijn punt is even, de onzinnige zorg weg te strepen, zodat je de kosten laag houdt. Mijn punt is, we bouwen dat op in samenspel met GGZ-instellingen, met ziekenhuizen. Dat is een vertrouwensrelatie. En nu, en daar komt mijn bruggetje, nu in deze crisis zie je ook verschillende partijen. Sjoerd Repping die dan bezig is binnen ZinNL. Je ziet dat de overheid daar ook naar kijkt. Je ziet dat Ernst Kuiper dat zegt. Als we nou weer gaan opstarten, laten we dan zorgen dat we die dingen die niet nodig zijn, maar wel duur zijn, dat we die vermijden. Dat leidt uiteindelijk ook tot een premiebeheersing in de nabije toekomst. Kunt u garanderen dat die premie niet omhoog gaat? Nou, dat kan ik helemaal niet garanderen, maar door deze crisis zullen weer de reserves wat meer aangevuld moeten worden. Maar laten we parallel werk maken. De reserves moeten aangevuld, dat klinkt alsof de premie toch omhoog gaat in januari. Dat hoeft niet in één keer, hè. Dat zullen wij geleidelijk doen. Maar parallel daaraan moet je wel zorgen dat die premie beheersbaar blijft. En dat kan het best in samenspel. Ja. En laat ik u dan misschien even als uitsmijter zeggen, daar heb je variatie bij nodig. Wat Zilveren Kruis, mijn collega, verzint rondom ICT. Wat CZ en andere verzekeraar doet in samenspel met gemeenten. Wat wij gedaan hebben in termen van gepaste zorg. Je kijkt of dat goed loopt. Als het niet goed loopt, neem je het niet over. Als het wel goed komt, doe je het wel. Zeker. En zo verbeter je contracteringsstrategie. En misschien als laatste opmerking. Dit gaat me toch aan het hart, dit eerlijk gezegd. Je ziet dat Nederland, terwijl we 7 jaar geleden de nummer 2 van de duurste stelsels ter wereld waren, we zitten nu op plek 14. En ondertussen. Maar uw pleidooi is heel duidelijk dat daardoor de zorg goedkoper kan, zegt u. Maar uiteindelijk is het dus niet uit te sluiten dat die premie omhoog gaat. We zullen, buffers heb je met name om schokken op te vangen. Zeker. En die schokken die vangen we nu op. En die premie zal geleidelijk natuurlijk weer naar het niveau moeten dat je dat weer betaald wordt door ons allemaal. Ik moet met u naar een conclusie toe hoe we die in de toekomst die zorg gaan regelen. Je ziet dus dat die enorme hoeveelheden coronapatiënten, dat ziekenhuizen daardoor in de problemen zijn gekomen. Dat werpt een beetje de vraag op of we misschien post-corona dat hele zorgsysteem niet moeten gaan veranderen. Bijvoorbeeld qua financiering. Is het niet handiger om dat soort ziekenhuizen gewoon een grotere zak geld te geven van hier kunt u het allemaal mee doen? Ja, ik gaf zo even aan de zorgkosten. In plaats van elk bonnetje declareren omdat dat nu dus zoveel problemen oplevert met coronapatiënten. Ja, het levert niet zoveel problemen op. Die acute zorg, nogmaals, dat is een totaal ander regime. Die verdringt nu de zogenaamde duur wordt en de electieve zorg. Dus de zorg die regulier nodig is. Daar gaan we nu snel stappen zetten om dat weer op te schalen. Dat zal zeker, ik zei het al, in de premie tot uitdrukking gekomen, maar nu een stelselwijziging realiseren. Door te zeggen, wat hebben we goed centraal geregistreerd, zou naar mijn stellige overtuiging alle winst die we geboekt hebben in de afgelopen jaren direct
Ja. Ik ben erg voorstander, hè, van de marktwerking in de zorg. Maar op dit moment zie je ook weer dat het ministerie toch weer heel veel regie naar zich toe trekt. Hè, om te regelen dat er dingen centraal geregeld worden. Moet die zorg niet weer centraal geregeld gaan worden, denkt u? Nou ja, dan raak je dus, want ik zou even zeggen, die variatie raak je dan helemaal kwijt. Het is ontzettend belangrijk wat wij... Nou, eigenlijk moet ik misschien even iets andersom zeggen. Wat wij gerealiseerd hebben met die zinnige en gepaste zorg... Hè, dus wat ik zo even zei, al die voorbeelden... je ziet dat Den Haag dat ook onderkent. Dat ze dat eigenlijk willen oppakken in een centrale agenda. En naar mijn zelfovertuiging is dat ook goed. Maar je moet de voedingsbron voor al die innovaties moet je niet weghalen. Helder, dank u wel, meneer Klinkvoor. En dank voor de komst. Ik wens u nog veel succes.